Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, LSPD Varmoor. En vandaag ga ik met, niet Wim, met deze beste meneer, geen idee wie dit is. En deze beste meneer, mijn collega, op pad met deze beste ambu. Gemaakt door ministerie van Mods. Shoutout naar ministerie van Mods, wat een top ambulance toe. Ik had hem aangevraagd, ik had hem zeg maar besteld. Dus het zal geen release worden. Ja, meer kunnen we er niet over zeggen. Het is een Limburgse ambulance en dan zul je zeggen, ja, maar ik ken hem toch ook van Zuid-Holland-Zuid en zo. Ja, dat klopt. Het is een blok C-Missen ambulance, blokkendoosje noem ik hem altijd. En dit is de 133 uit Maastricht. Maar je hebt hem ook in Geleen rijden, in Sittard Geleen. Je hebt hem in Heerlen rijden. Je hebt hem in... Schulpen rijdt die geloof ik. En in Landgraaf hebben ze nog een post met deze ambulances. En in Limburg-Noord hebben ze hem niet. En dan heb je hem ook nog in Zuid-Holland-Zuid. In weet ik van waar allemaal. In ieder geval, we gaan op pad. Want we hebben de eerste melding al. Interieur en zo laat ik zo meteen allemaal zien. Of laat ik nu even zien. Samen met voertuigcontrole, want die hadden we ook al gedaan. Maar nu gaan we naar de eerste melding. Een A1'tje. Eerst natuurlijk voertuigcontrole en interieur met een korte rondleiding. En daarna gaan we meteen door naar een ongeval met letsel, zo te zien. A1. Nou, zoals beloofd zou ik ook nog even met jullie het voertuig doorvliegen, zeg maar. Dat gaan we gewoon even heel snel doen hoor. We gaan beginnen hier vooraan. Er zitten natuurlijk twee sirene speakers, super vet. En dit, dat is het luchthoornkastje. Daar zitten de luchthorens in. De brandweersirene, beter gezegd. Daar vertel ik straks nog wel wat meer over. Hier zit een cameraatje voor ook voor te kijken. Hier zitten natuurlijk twee grillflitsers. Rondom het voertuig zitten ook nog allemaal camera's. Die zie je daadwerkelijk niet echt. Maar ik weet gewoon dat dit voertuig een 360 graden beeld heeft. En die gaan we binnen treffen. Of ja, niet daadwerkelijk treffen. Maar goed. Stuur van een Mercedes Sprinter. Die vind ik wel vet. Die is wat mooier dan die andere stuurtjes tot hij hem verkeerd vast heeft. Dat is nou eenmaal zo bij deze Sprinter. Hier een schermpje met ook wat informatie. Je kan eventueel de verpleegkundige zijn informatie checken. Zodat de chauffeur gewoon de route hier kan bekijken. Dan hebben we hier... een schermpje waar dus die 360 graden camera is. In het echt hoort dit schermpje hiernaast. Maar dat is allemaal zo iets waarvan, ja, wat mij eigenlijk niks boeit. Dan gaan we hier kijken. Hier ligt het LPA 8.1. Dat is het landelijk protocol ambulancezorg. En daar, daar staan dus alle protocollen in die worden gebruikt bij de ambulance. Dus hoeveel er medicatie je moet geven. Wat je moet geven. Wat je moet doen. Noem maar op. Hier binnen kunnen we nog wat handige dingen kwijt, zaklampen en zo. Dan hebben we hier nog een spreeksleutel en de mobiele phone. En die is nog wel van de 1541 zie ik, maar dat maakt allemaal niks uit. Voor de rest hebben we hier voorin niks meer te melden. Buiten hebben we dan natuurlijk een hele mooie schuifdeur hier zo die open kan. Dat vind ik ook altijd wel vet. En een interieur wat echt super dik is, al zeg ik het zelf. Of al zeg ik het zelf, ik vind hem wel dik, want hij is natuurlijk gemaakt door ministerie van Mods. Hier bovenop hebben we de korpul staan, de hartmonitor met een ritme op dit moment. Wat lades hier, hier meestal de tijd en de temperatuur. Lades. Hier hoort normaal een stoel, hier hoort normaal een stoel. Ik begreep dat hier nog wel een stoeltje zou komen. De brancard, nog meer lades hier, nog meer lades. Hier zou de laptop normaal moeten. Hier een stoel. En ja, in principe is dit het interieur en meer... heb ik ook niet gevraagd en meer vind ik eigenlijk niet tot erin hoeft, want het ziet er al super dik uit, vind ik. Hier komt dan nog een stoel waar normaal de verpleegkundige zit, zit hij naast de patiënt en die kan dan gewoon lekker zo praten en eventueel makkelijk bij de monitor als er iets moet gebeuren. Hier zitten allemaal spullen in van A, B, C, D waarschijnlijk, hè, de airway breathing circulation, de spulti, bla bla, medicatie, noem maar op. Hier nog wat andere spullen die niet direct nodig zijn, maar eigenlijk alles wat in het... koffer zit, het tasje wat ze meenemen naar de melding zit ook nog eens hier in ambulance. Die tas die zit normaal hier zo, kunnen ze makkelijk meenemen. Nou, achterin of achter eigenlijk ook niet heel veel meer te melden. Ik misschien tot we ook nog wel de deuren open gooien, jazeker. Nou, dan heb je hier gewoon weer dit beeld. Nou, dit is maar eigenlijk kort, heel kort even rond
geleid, zeg maar. Ja, blauw en zo, dat zien we zelf wel. Dat zit natuurlijk hier, boven, hier, daar, daar en daar. Zo. Ik, ja, we gaan verder met de video. Nou, zoals we al hadden gemeld, de melding van het ongeval, of zodat ik al had in het had getypt, de melding van het ongeval was loos. We gaan nu richting een reanimatie, zien wij. Ja, en een grappig feitje over die luchthoorn, die jullie dadelijk gaan horen waarschijnlijk, is dat als hij aangaat, dat hij eerst, ja, dan gaat hij gewoon ook de luchthoorn aan en over de versneller heen. En op het moment dat de luchthoorn klaar is, gaat de versneller altijd nog even door. Ik weet niet of ik een filmpje ervan in de video kan plaatsen. Ik zal eerst eens kijken of ik een filmpje ervan vind, want ik weet dat ze wel bestaan hoor. En of ik die natuurlijk erop mag zetten. Als dat zo is, dan zien jullie dat in beeld komen nu waarschijnlijk. En is dat niet zo, dan zien jullie het niet, hè. Dat is de volgende stap, wat natuurlijk logisch is. Mag het niet, dan komt het ook niet. Maar we gaan nu naar een reanimatie. Oh shit. Ging keigoed, ging goed, ging goed. Aan de kant, pot non de jus, knetters he mensen. We hebben een, we hebben te, oh god, nu rijk iedereen aan. Aan de kant, dikkie dik. Ja, gaat keigoed. Eerste te plaatsen. Oh ja, we zaten hem nog even hier op het fietspad. De groene gaat automatisch aanblijven als we uitstappen. Dat is een kleine beuk. Of ik heb hem dan aangezet. Daar heb ik echt geen idee van. Maakt niks uit. Ze zijn de reanimatie gestart. Goeiedag. Ik ga eens kijken. We zijn gewoon chauffeur met een stethoscoop om een ecologische steed. Maar ja, we moeten alles natuurlijk doen. Ziet er nog uit als een jonge dame. Dat is niet mooi als die in een reanimatiesetting komt. Misschien is ze uit het water gehaald. Ik weet het niet. We hebben geen verhaal erbij. Dat kunnen we niet opvragen. Mocht het daadwerkelijk een reanimatie zijn, zien we dat nu linksonder in beeld. Dan staat er gewoon alles nul. Temperatuur is wel aanwezig. Even kijken naar de temperatuur, dat is wel belangrijk. Nou, die is nog netjes 36,4. Saturatie 62, dat is cruciaal. Dan moeten we echt starten met reanimatie. We hebben ook een leven van 0, een hartslag van 0, een ademhaling van 0, een bloeddruk van 0. Dat is niet goed. Gaan we een CPR starten. We gaan hem meteen opladen van de lifepack in dit geval. Of ja, de korpuls moet ik zeggen, want de Limburg heeft een korpuls monitor. En dan gaan we kijken of we kunnen shocken. Hij zegt geen shock, dus we drukken op de 5 om de shock te lozen. En we hebben een succesvolle reanimatie. We gaan mevrouw zo snel mogelijk in de ambulance laden en wegwezen. Richting ziekenhuis. De saturatie stijgt heel goed, dat is mooi. En dat is natuurlijk niet logisch dat die mevrouw meteen met ons mee kan lopen naar de ambu. Maar dat mag allemaal en dat kan allemaal. We gaan nu onder een A1 richting het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Mocht dat daadwerkelijk hier in Maastricht zijn, is er natuurlijk het MUMC, het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Mevrouw zit al zo te zien. Nee, mevrouw zit nog niet. Ik weet niet of ze gaat zitten. Mijn collega gaat lekker daar zitten. Nee, wacht even. N. Opteren. Ja.
Nou goed, ik kan blijven niet instappen. Ik weet niet hoeveel plekjes achterin zitten. Dat is allemaal nog iets waar ik eventueel kan doorgeven aan het ministerie van Mods om dat te fixen. Nu gaat hij aangeven dat we... It seems that you forgot your patient waarschijnlijk. Dus het lijkt erop dat je je patiënt bent vergeten. Ja, dacht ik al. Maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon richting het ziekenhuis. Op het moment dat we bij het ziekenhuis aankomen, rond de melding zich ook af. Dus daar gaan we nu rustig naartoe rijden. Niet te snel. Er zit natuurlijk een collega en een slachtoffer achterin. Kijk, die vanuit is onlogisch. Hè? Daar komen we dus niet langs. Nou, dan pakken we toch gewoon hier. Mensen, echt waar. Ga nou niet kijken. Je ziet toch dat ik met... Ah, jongen, als ze toch iets slimmer waren in GTA, hè. Ik ga er ook gewoon overheen rijden. Boeien me echt niks meer. Kijk, dan gaan we gewoon hier zo. Pak weer het steentje. Zo. En dan gaan we hier de sirene erop gooien. En dan vertrokken. Mensen vroegen mij laatst of ik mijn Logitech G29 toevallig kapot was. Nee. Ik weet niet hoe de persoon daarbij komt. Of ik denk dat ik wel weet hoe de persoon daarbij komt. Maar ik weet het natuurlijk niet zeker. Ik heb het niet gevraagd. Maar dat was omdat het stuurtje niet meer in beeld is. Dat heb ik uitgezet omdat ik een keer met de motor ging opnemen. Maar ik gebruik hem nu gewoon hoor. Dat zie je denk ik ook wel aan de manier waarop ik stuur. Nee, niet parkeren. Waarom parkeer je daar nou? Oeps. Nee, dus ik gebruik gewoon het stuurtje. Meneer, let op, er komt een ambulance aan. Ik heb dus één keer, nu ik die meneer zo zie oversteken. Wij hadden hier, voor de mensen die hier wonen of in de omgeving wonen. Weten jullie dat er was altijd een snelweg boven de grond, zeg maar. Dat is nu de A2-tunnel in de Willem-Alexander-tunnel heet die geloof ik. Hier in Maastricht. En daar was altijd, dus de snelweg was altijd boven de grond, zeg maar. Het was officieel niet meer de snelweg, maar de N2 geloof ik. Dat is dan net iets anders, want er stonden allemaal stoplichten. Verkeerslichten zal ik maar even zeggen. En wat daar dus was, is dat daar kon je ook oversteken. Dan wel met de auto, dan wel te voet. En ik weet nog een keer dat er op de rechterbaan een vrachtwagen stond. En die stond netjes te wachten voor het rode licht, zodat wij konden oversteken. Wij hadden dus groen, alleen van links kwam een ambulance aan. Met toen nog de drietoon. En die hoorden wij natuurlijk, dus wij bleven staan. Ik was een klein manneke. En alleen er was een jonge dame met een koptelefoon op. En die hoorde dat niet. Dus die liep lang, die liep zeg maar, ik zal het zo voordoen. We zijn trouwens bij het ziekenhuis aangekomen. Als het goed is en ik ga hier nu staan, dan is de melding ook afgerond. Jazeker, mijn collega stapt nog even uit. Zeg maar, je moet je voorstellen dat de vrachtwagen stond waar mijn ambu nu staat. Hier stonden wij te wachten. En de vrije weg waar ik hier nu sta, die was dus vrij. Maar er kwam dus een ambulance aan. We gaan hierna weer naar dezelfde locatie, nu iemand mijn hoofd vond, zie ik. Maar wij stonden hier dus netjes te wachten, want wij hoorden daarachter een drietoon aankomen. Die mevrouw met de koptelefoon hoorde dat niet. En die liep en die liep en die stak gewoon over, want jij groen. En ineens echt vanuit hier zo, met de drietoon, ta, tu, ti, tu, da, bla. Dus ja, die lag bijna onder die ambu. Maar ja, die ambu die zag natuurlijk niet dat achter die vrachtwagen een mevrouw kwam gelopen. Want ja, zie jij of hier nu achter deze ambulance iemand kan aanlopen? Nee. Die ambulance reed natuurlijk wel langzamer, omdat die dacht van ja, wij hebben rood, dus er zal wel iemand komen. Maar die schrok zich natuurlijk kapot. En ik dacht, jee, nu ga ik iemand dood zien gaan. Nee, dat dacht ik niet. Maar het zou zomaar hebben gekund als die echt door was gereden en die ambu dacht, wij gaan gewoon met volle toeters en bellen langs scheuren. Dan was het niet goed afgelopen. Maar dan was de ambulance tenminste wel snel te plaatsen, dat kun je wel zeggen. Wij gaan nu naar iemand met een hoofdwond. En zullen we daar gewoon met een A1 of A2 naartoe gaan? Natuurlijk stemmen jullie nu allemaal A1. Dus gaan we met een A1'tje. Dus we zijn vertrokken, persoon met een hoofdwond. Precies op dezelfde locatie, denk ik.
houden een beetje afstand zodat het verkeer rustig de tijd kan nemen. En dat doen ze nu ook en ze staan allemaal heel netjes stil. Soms moet je gewoon wat afstand nemen. Kijk, zelf als ik nu dus hier zou rijden en links van de vrachtwagen, ik zag die auto sowieso niet staan, maar dan zou er ineens een voetganger komen. Dat is natuurlijk gevaarlijk, daar moet je allemaal op letten als je in het echt met Elwins rijdt. In GTA hoeven we daar niet echt op te wachten, of hoeven we daar niet echt te verwachten. Maar ik rem in ieder geval wel altijd af, overal. Het is inderdaad echt precies dezelfde locatie. Dus we weten inmiddels hoe we er naartoe moeten rijden, we weten dat we hier nog even op moeten letten wat links en rechts staat verkeer. En we weten ook dat hier niemand aan de kant voor ons gaat en waarschijnlijk allemaal ineens gaan schrikken. Maar nu gaan we er wat soepeler langs dan toen net. Oh, hier staat een stoepje. Hier loopt een meneer. Hier loopt een meneer. En daar loopt een meneer. En die ziet ons nog niet. En die ziet mij nu. En die denkt zo van, what the fuck doe jij nou? En die wilt mij eruit gaan trekken. En ik rij hem gewoon aan. En I don't give a peep. Ter plaatse. Oh, daar komt hij ook nog even vechten met me. Hij moet natuurlijk wel even komen vechten. Ik kom eraan, boys en girls en wie er ook ligt. Want anders gaat hij me slaan als ik bezig ben met de behandeling. En dat is niet echt bevorderlijk. Zo, groetjes thuis. Hoi hoi. Collega, los jij dat maar op. We gaan eens kijken. Twee seconden of twee minuten geleden lag hier nog iemand in een reanimatiesetting. Nu hebben we hier iemand met een hoofdtrauma. Dus een hoofdwond. We gaan eens kijken. We gaan het verhaal aanhoren. En we gaan... hem meenemen naar het ziekenhuis waarschijnlijk. We hebben een leven van 34, dat is helemaal niet goed. Dat is best laag. Een hartslag van 66, dat is goed. Een ademhaling van 11, dat is redelijk goed. Saturatie van 83%, dat is niet mooi. Ik wil weten wat hier aan de hand is. Bloeddruk 115,77 is goed. Temperatuur ook. Meerdere wonden, cruciale bloedingen. Hij is slaperig. Hij is bekend met hoge bloeddruk, diabetes. Hij is aangereden door een fiets en omver de fiets is over hem heen gereden. Hij is nergens allergisch voor. Oké, dat is mooi. Dan gaan we eens... Normaal zou ik nu dan ook even een bloedsuikertje misschien prikken. Omdat hij bekend is met diabetes. Hij heeft hoge bloeddruk in de voorgeschiedenis. Maar dat heeft hij op dit moment niet. Hij is 63 jaar. Hij ziet er nog goed uit voor een 63 jaar. We gaan wonden verzorgen. Ja, hij is wel een beetje slaperig. Misschien dat hij een hersenschunnetje heeft of zo. Weet ik het wat hij allemaal heeft. Dat zou zomaar kunnen. Trauma treatment. We gaan dus... Nou, even het trauma, dus dan gaan we ook ervan uit dat we trauma treatment moeten doen. We gaan nog wat zuurstof geven, want hij had een lage saturatie. Saturatie was 83%, dat is best wel slecht voor je organen. Die kunnen dan al afsterven zelfs door zuurstoftekort. Dus dan gaan we nu gewoon zorgen dat hij wat zuurstof krijgt. Hij was niet bekend met COPD, astma, weet ik veel wat allemaal nog meer. En we zullen nog wat medicatie geven voor de pijn waarschijnlijk, zal hij wel hebben. Dan gaan we nu nog een keer evalueren, even kijken wat het nu allemaal doet. En als dat allemaal goed is, nemen we hem mee naar het ziekenhuis. Wederom hetzelfde ziekenhuis waar we net waren. In dit geval, zijn leven stijgt niet. Zijn saturatie stijgt ook minimaal. Zijn hartslag daalt zelfs. Dat kan komen door de medicatie. Geen idee wat ik heb toegediend. Maar YOLO. We gaan hem meenemen en we gaan toch met een A1. Waarom? Puur omdat het kan. En die saturatie stijgt een beetje. Oh, die saturatie stijgt goed. Hartslag daalt naar 40, gek. Dit is niet goed. Die gaat in de reanimatie. Oké, de hartslag daalt, de bloeddruk daalt, ademhaling stijgt, het leven stijgt ook wel een beetje. We gaan toch met een A1, want ik zie een hartslag dalen en een bloeddruk dalen, dat is niet mooi. Dus dan gaan we gewoon lekker met een A1'tje. Dan zijn wij sneller daar en dan hebben jullie toch wat meer plezier er misschien van. Moet ik verder nog wat melden? Eigenlijk niet. Nogmaals dat ik gewoon super blij ben met deze ambu, want hij is helemaal mooi. Daarbij ga ik binnenkort dus wat proberen te installeren en dan ga ik daardoor heel veel verschillende ambulances erin kunnen zetten. Dus dan heb ik niet maar één ambu, maar dan kan ik er gewoon 5 of 6 of 7 of 8 of 9 of 10 of 30, maar niet uit hoeveel. Kun je gewoon, dit is een ambulance, dan heb je ambulance 2, ambulance 3, ambulance 4, die kun je dan daadwerkelijk zo noemen. En wat ik daarbij wil is, dan ga ik gewoon echt alle voertuigen die we hier hebben nog rondrijden, die ga ik er ook inzetten. Want ik heb ze ook allemaal. Een notaris rijdt hier nog rond. De oude en de nieuwe. De oude trouwens, nee, de oude is voorgoed weg. We hebben laatst een nieuwe gekregen en daar komt nu een foto van een beeld, die is wel echt dik. En dat was de laatste ambulance met de...
zonder de facelift, zal ik maar even zeggen, die nog rondrijdt. Dus de 132 is dat, is ook vervangen. En dan hebben we geen 2011 ambulances meer. Dus we hebben nog de Otaris 2015, 16, noem maar op. Dan hebben we nog de blokkendoos die Groningen ook heeft. Deze blokkendoos hebben we er nu 3 of 2 van. En nog een 2019 blokkendoos, die wat jullie net in beeld zagen. En die heb ik allemaal, die zijn allemaal te downloaden. Behalve, nee trouwens, niet allemaal te downloaden. Deze is niet te downloaden en die andere blokkendoos is niet te downloaden. En die nieuwste blokkendoos, waar ik net een foto van liet zien, die is trouwens ook nog niet te downloaden. Maar die komen ze misschien nog. Maar nou hebben we in ieder geval wel het meeste in-game. En natuurlijk de Mitsubishi Outlander Rapid Responder 384, 384. Die hebben we ook in-game. Dus kunnen we een hele mooie post maken met alle voertuigen die ze in het echt ook hebben. Bijna alle dan. Nu onderweg naar het ziekenhuis. We gaan geloven naar een andere of we hebben een andere route. Oh nee, we gaan naar hetzelfde ziekenhuis maar een andere route. Ja, 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 nee, ik wilde er rechts langs, maar... Oh, boom. Nee, toch niet boom. Lijkt me ook niet echt als je in een ambu ligt en de versneller gaat aan met die luchthoren, dat je denkt van zo, lekker gevoel dit. Denk ook, wat gebeurt hier allemaal? Dus ze zullen echt de versneller niet zo vaak gebruiken als er een slachtoffer achterin ligt. Lijkt mij. Maar wie ben ik om dat te bepalen, hè? Zo, aankomst ziekenhuis SA en we gaan statussen dat wij klaar zijn voor vandaag. Want ik heb het wel een beetje gehad en niet met jullie en niet met het filmpje, maar gewoon met deze opname. En we gaan door met een andere opname. Dat is een verrassing wat het gaat zijn. Ik ga jullie bedanken voor het kijken. Ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Wat het gaat zijn. Ja, verrassing. Ik weet het zelf namelijk ook nog niet. Tot dan. Doei.